doorgekopt. Hop, Bosman scoort. Doorgekopt door die sterke Den Boer die het werk doet. Waardoor Bosman zoveel goals kan pakken in dit seizoen in de Belgische competitie. En nu ook in deze strijd om de Supercup, althans in het eerste gedeelte daarvan. Eerst gescoord trouwens door die oude Ajax. Daar is het doorkoppen. En het wegzetten ook van de tegenstander. En het binnentikken. Dat is 1-0. Van de jarige Bosman. Emmers, goede voetballer, die achterin speelt omdat Kleisters geblesseerd is. Emmers, de Wilde, prima aanvallen, 2-0. Alsof Vallex die bal nog raakte, zo leek het, gezien de reactie van doelverdediger Lodewijks. Die toch naar rechts uitviel, terwijl de bal aan de andere kant langs hem heen ging. En het was weer Den Boer die het goede blok zette. Via Vallex lijkt mij, gaat die bal erin. 2-0 binnen een minuut. Vallex, Jansen. Man. Kom op met de mes maken. Bosman. Gerard. Jonny Bosman. Zorg voor 3-0. PSV valt aan. Mechelen pakt de counter. De mesmaker, Savo, dat is die dure, jonge 21-jarige speler van Mechelen die dit seizoen nieuw is. Den Boer stapt over de bal heen en Bosman maakt het weer af. Bruno voor Savo. Bosman. En de treffer is voor hem. In de finale om de Europa Cup 2 liep hij nog na afloop met tranen in zijn ogen. Toen was hij dicht bij de gelegenheid.